Er gaan 81 werklozen aan het werk bij het filiaal van Primark in de Drie Vriendenhof. Ze zijn gekozen uit een groep van 450 mensen die geselecteerd is door het UWV. Maar het gaat slechts om 10 fulltime banen. In totaal gaan er 191 mensen in het filiaal werken. Het wordt een grote winkel. Zo komen er 43 kassa's en 61 paskamers. Het filiaal gaat open op 1 december. Het is dan het 13e filiaal in Nederland.